is de week waarin naboeren en de bouwers nu ook de onderwijzers hun werk neerleggen. Vandaag staakt een groot deel van het onderwijs. Maar het was ook de week waarin op Urk een huis zwaar beschadigd raakte door een vuurwerkbom. De bewoners raakten daarbij niet gewond, maar de ravage was heel groot. De politiek op Urk spreekt van een moordaanslag. Maar er gebeurde meer en dat nemen we door met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Michel Hooghaars, werkzaam in het bankwezen, woont in Dronten. Meta Jacobs uit Lelystad, raadslid voor de VVD. En Jeroen Groot uit Almere, levensgenieter en kritische inwoner van de stad. Ja, wat viel jullie zelf op in het nieuws? Ja, laat ik met Meta even beginnen. Nou, het viel me niet echt op, maar ik ben er een onderdeel van. Ik zei het vorige keer al, van we gaan maestro doen natuurlijk 23 november in de Kubus in Lelystad. En ik ben een van de 6 maestro's. En dan moet je weten dat ik geen noot kan lezen. Ik heb inmiddels nog nooit zoveel voor de spiegel gestaan als de laatste weken. En ik heb ook last van mijn schouders om mijn armen omhoog te houden. En ik ben allerlei nummers aan het instuderen met 2, 3 en 4 kwart maten. Ik lach me helemaal naar en ik heb er ontzettend veel plezier in. Maar ik kan je vertellen dat het ontzettend moeilijk. Ja, je moet omhoog als ja, je de gaat eerst is omhoog, want dan moet je beginnen. Maar naar beneden is je afslag dat zij gaan beginnen. Maar als je dan een vierkwartsmaat hebt, moet je naar beneden omhoog voor je langs zo, naar beneden omhoog voor je langs zo. Dus, ja, maar dan moet je het ook nog in het tempo doen van het nummer. En ze hebben dan ook wel bedacht dat ik een nummer heb met een 4 samengevoegd uit de musical. En die een is 2/4, de ander is dan 4 en dan weer 3. En dat heb je van die wisselingen. Oh. Dus er zijn nu mensen thuis die begrijpen dit niet, hoor. Maestro, dat moet je dirigeren voor een orkest. Dank je wel. Precies. Ja, en dan moet je met de hand natuurlijk aangeven wanneer er wat gaat gebeuren allemaal. Tempo aangeven. En de 2, 3, 4/4 maten, dat is het tempo van de muziek. Tempo. En ook of je ruimer wil dat het orkest harder moet gaan spelen. Of heel intiem en klein. Maar je moet dus wel je armen hoog houden. Want anders zien de voorste mensen zien jou niet. En je moet dan ook nog je mimiek hebben. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben best wel veelzijdig, maar dit komt bij elkaar, wat heel erg moeilijk is. Wanneer kunnen we je zien? 23 november, 's avonds in de Kubus is de voorstelling. En met mijn andere 5 maestro's maken we er een feestje van met het Harmonieorkest. Geweldig. Hartstikke goed. Michel Hooghaars, wat is jouw nieuws? Vorige week las ik een berichtje en dat werd een beetje ondergesneeuwd door al het boeren- en bouwgeweld. Ik irriteerde me de dood aan. Het ging over de biomassa-centrales in Nederland. We hebben een tijd geleden bedacht dat die steenkolen, dat was niet zo handig. En er kwam te veel CO2 bij vrij. En dan moesten we biomassa-centrales voor in de plaats gaan brengen. En ik denk, biomassa, dat zijn bomen. Bomen nemen CO2 op. Maar goed, het zal wel. Daar zullen ze wel heel goed over nagedacht hebben. Maar niks was minder waar, bleek uit het nieuwsbericht. Want door die biomassa-centrales hebben we nu 20% meer CO2-uitstoot dan dat we hadden met die kolencentrales. En daar hebben we slechts miljarden in geïnvesteerd. En ik denk dan oprecht, welke idioot bedenkt dit? Ja. Daar kan ik echt heel droevig van worden. Als ik bij ons in Dronten zie hoeveel bomen er gekapt worden. Ja, bomen die echt al 40, 50 jaar er staan. Hè, veel langer kan ook niet in Dronten. Maar die worden dan gekapt, want daar verdient de overheid geld aan. En dan moet uiteindelijk dadelijk weer wat bedacht worden met CO2. Ik vind het echt een schande. Ja. Jeroen, schande? Ja, ik vind het grote waanzin. Niet zozeer een schande, gewoon grote waanzin. Want een paar mensen die er überhaupt niet echt over nagedacht hebben, dat soort beslissingen voor ons allen maken en die gewoon vaststellen van we moeten minder CO2 gaan uitstoten, dus. En dan blijkt uiteindelijk dat die biomassa centrales, als je die biomassa gaat verbranden, dat het al veel meer CO2 op gaat leveren dan een kolencentrale. Want de moderne kolencentrales die wij hebben, die stoten pak een beetje 25% minder uit dan de biomassa centrales. En dan gaan ze ook nog bomen uit Amerika halen. Want waar iedereen loopt te janken van, oh yeah, mijn bomen. Die moeten hier naartoe komen. Ze komen die per komen boot. Met een boot. Die komen met een boot. En die boten die varen echt op de meest milieuvervuilende brandstof die je kan voorstellen. Want het is bijna ongeraffineerde olie waar die de krengen op varen. Maar dan maken we daar een groene elektriciteit van. Ja, precies. Ja. Uiteindelijk wordt het groen. Dat is hetzelfde met zo'n Tesla. Ja, leuk dat je zo'n dikke Tesla rijdt van een ton. Maar die kindertjes die kobalt en dit nikkel uit de grond moeten slepen voor jouw accu, joh.
Maar ja, als je over de grens gaat, heb je bruinkoolmijnen in Duitsland. Joh. En die gaan nu naar het gas. En hebben ze ook nog andere brandstoffen, hele vieze. Wij moeten van het gas af met z'n allen. Je blijft lachen. En zij gaan aan heel het Nederland gas. Moet van het gas. Ja. En in Portugal krijg je verplichtingen. Let wel, dan ben je verplicht bij de nieuwbouw om een gasaansluiting erin te zetten. Klopt, ja. In uniformiteit had wel krijg je subsidie als je gas gebruikt. Er is een heel mooi mopje over een spookrijder. Die hoort op de radio dat er spookrijders zijn. En die zegt, wat, één spookrijder? Ik zie er wel 100. Nou, ik heb op dit moment het gevoel van, wie is de gek? Ik heb echt het idee dat we in een land vol met gekken aan het leven zijn. Men spreekt elkaar ook allemaal tegen. Weet je? Ik heb helemaal geen verstand van dat soort milieuzaken. Maar als je naar gerenommeerde kranten, als je die leest of kijkt naar televisieprogramma's, spreekt iedereen elkaar tegen. En dat is gewoon heel erg verwarrend. Dat is wel heel raar, want de wetenschap is gewoon de wetenschap. Ja, maar dat is niet waar. De interpretatie van de wetenschap is, heel anders. Is bij heel veel onderwerpen verschillend. Nou, laten we naar iets anders. Ja. Jeroen, wat is jouw nieuws? Ja, 100 jaar radio. Ja. Ik vind het nog steeds nieuws. Ik heb begrepen ondertussen dat jullie daar dik al mee bezig zijn. Maar ik vind het nog steeds nieuws, joh. Dat geeft je weer een momentje om terug te denken aan in mijn geval Frits Spits en het Weeshuis van de Hits en meer van dat soort nostalgische radioshows, joh. Ging je er echt voor zitten? Voor dat soort programma's? Ja, zeker. Het Weeshuis van de Hits, joh. Dat was op zondag, hè? Daar hadden ze een feuilleton over... Ja. God, Coca, Flip en Petra. Joh, echt meer dan verschrikkelijk. Dan ben je zo'n bleu schooljongetje, was ik toen nog. Ondertussen wel wat bijgeleerd. Maar echt dat Co in het ziekenhuis lag... omdat hij de verzekering had proberen te tillen... dus zichzelf opgeblazen had. Kreun. Wat is er, Co? Gaat het goed? Ga voor mijn pens, trut. Ik moet pissen, rund. Dat soort helemaal dingen op de radio. Ja. Nou, dat je met een cassettebandje zat te wachten... totdat het nummer begon. En dat je dan precies op het juiste moment... dat je op record of van de pauze af moest... en dat je altijd te laat was. Ah, joh, fantastisch. Dat die disjokje er tussendoor zat te lullen. Ja. Hoe heette dat, het kindje ook weer? Dat kleine mannetje van de Weeshuis? Nee, van de Weeshuis van de Hicks. Ik ga het zo zeggen. We gaan het wel even opzoeken. We gaan het even opzoeken. Zo direct. Steeds meer gemeenten... Morrison. Ja, dat was het. Steeds meer gemeenten doen lachgas in de ban. Maar tegelijkertijd wordt het gebruik van drugs in het uitgaansleven steeds normaler. In Arnhem ligt de verkoop van lachgas al aan banden. Maar ook Enschede en Assen die volgen. Steeds meer gemeenten doen lachgas in de ban. Is dat een goede zaak? We vragen het ons panel. Deze week met Michel Hooghaars uit Dronten. Meta Jacobs uit Lelystad. Jeroen Groot uit Almere. Goed idee, Michel? Het verbod op lachgas... Ja en nee. Ik ben een hele lastige. Ik ben helemaal niet gevoelig voor dit soort dingen. Dus ik heb nog nooit wat gesnoven gebruikt of weet ik van wat. Ik begrijp ook nooit heel erg goed wat mensen daarin zoeken of dat soort zaken. Dus dat is voor mij sowieso al lastig. Op het moment dat dit een bedreiging wordt voor de veiligheid of voor de gezondheid van mensen. Ja, dan denk ik dat we heel goed moeten gaan nadenken... of we dit soort grappenmakerij moeten toestaan in het land. Ja. Ik moet er een beetje op inhaken. Ik denk dat dat iets is van 2019. Mensen gaan niet meer uit zonder een pilletje te nemen... of lachgas te gebruiken of andere troep. Zo veel langer. Echt. Dat is al toen ik nog in de kroeg zat dat er van alles werd gebruikt. Dat is van alle tijden. Maar is het nu niet meer? Is dat niet een groter probleem geworden? Lachgas is de laatste in een reeks van producten. Ecstasy, LSD in de jaren 60. Heroïne, cocaïne. Echt, er zijn kroegen in Amsterdam. Daar kan je gewoon, als je daar op binnen loopt en je doet zo over de wastafel. En je proeft dat, dan ben je toch behoorlijk high, kan ik je vertellen. Maar wat moeten we ermee? Is het, misschien dat Meta, want Meta die zit in de gemeenteraad van de gemeente Lelystad. Ook nog van de VVD. Ja. Die zitten er vaak wel bovenop als het gaat over veiligheid. Nou, al die gemeenten die dat dus al aan banden leggen. Arnhem al, Enschede, Assen. Klopt. Lelystad. Nou, sommige gemeenten hebben het in een APV opgenomen. Bestuursrechter is het daar nog niet mee eens. VNG geeft ook nog het advies om dat nog niet te doen. Omdat Vereniging van alle gemeenten. Niet...
Ja, omdat het nog niet wettelijk ingekaderd is. Wat wij wel al doen in Lelystad, en dat doen we eigenlijk met alle middelen, bij festivals of bijzondere activiteiten, is gewoon verbod op middelen en wordt er ook gehandhaafd. Of je komt daar naartoe bij een controleur die kijkt of je de goede middelen hebt. Ik denk dat dat gewoon heel goed is. Omdat als jongelui toch spullen mee naar binnen smokkelen, dat ze dan alsjeblieft laten nakijken dat het de goede spullen zijn. En op dit moment kun je wel, ook in de gemeente Lelystad wordt erover nagedacht door onze burgemeester, het is haar portefeuille, om het in de APV te doen. Maar dan moet je het ook weer gebiedsgericht doen. Dus wat er op dit moment gedaan wordt, is gekeken van welk gebied je dan moet doen. Want op voetbalveld, ja, waar dan ook. En je moet ook even kijken naar de voorlichting. Maar ja, als je het per gebied gaat doen, dan kan het natuurlijk zijn dat bij jou in de straat niet mag, klopt. Maar twee straten verderop wel. Maar zij moet kijken naar haar wettelijke mogelijkheden. En wat wij wel al doen, en dat doen we al 2 jaar, dat ook lachgas meegenomen wordt in de preventielessen op school. Dat is belangrijk. Want kinderen krijgen gewoon hele bevroren lippen en kunnen gewoon een hartstilstand krijgen. En we hebben al de eerste doden ook al in het nieuws gezien. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik in het begin die dingen zag liggen op straat. Hè, dat ik dacht van, heeft hier nu een horeca iemand gewoon zijn slagroomspuiten op straat gegooid? Ik had weer misschien heel naïef, maar geen idee dat mensen dat gebruikten. Maar het is gewoon hartstikke goed. Michel, jij denkt er anders over? Daar gaan we straks nog wel met een stikstof over hebben als we het over gebiedjes gaan hebben. Wat voor onnozelheden dat met zich meebrengt. Weet je, of je verbiedt het of je verbiedt het niet. Dat heb ik hetzelfde met harddrugs. Of we gaan het nu verbieden en dan mag het echt niet meer. Of we zetten in Amsterdam op de Dam een grote container neer en dan kan iedereen met zijn neus induiken. Binnen een week vindt de ene helft er niet meer interessant en de andere helft is dood en is het probleem ook opgelost. Dat is wel echt grof gezegd. Ja, maar. Ik ben het wel zat dat wij met allemaal met dit soort dingetjes. In dit gebiedje mag het wel en in dat gebiedje mag het weer niet. Maar wij denken nog steeds dat we een heel rustig levend landje zijn. Maar we zijn gewoon het Columbia aan de Noordzee aan het worden. Er is vandaag weer een advocaat overhoop geschoten. Ik denk niet Duitsland, hè? Dat is een Nederlandse. Het was wel een Nederlandse advocaat in Duitsland. Ik denk niet dat het om een verkeersboete gaat. Er werd verder nog niks over gezegd. Maar zover zijn we in dit land wel. En we zijn heel goed in stelselmatig ontkennen dat we problemen op dit soort gebieden hebben. Stoppen met die flauwekul. Regelgeving. En als je daar niet aan houdt, dan... Maar je bent er wel voor preventie. Want jonge lui die dit randje opzoeken. Nee, de meeste lachgasgebruikers zijn tussen de 17 en de 30 jaar. En dan denk ik van, nou, middelbare scholen. Heel veel zitten dan nog op die middelbare school. Begin dan gewoon bij 13 jaar. En gaan ze gewoon goede voorlichting geven. En dan weten ze in ieder geval welk risico ze dragen. Als ze dat wel aankunnen. Maar dat zullen die jongeren, dat is ook wel een beetje misschien de spanning van het gebruik van dat spul. Ja. Dat je weet, het kan misschien wel veel aflopen. Heel veel doen gewoon dingen allemaal één keer of zoeken de grenzen op. Maar dat was vroeger ook al met andere dingen ook. Met aan een ballon zuigen en noem maar op. Ja, want Michel, jij hebt ook tienerkinderen. Ja. Ben jij echt heel streng en zeg je van, je mag het nooit gebruiken. Of laat je ze daar toch in vrij? Nou kijk, en dan ken ik mezelf net iets te goed. Als ze tegen mij zeggen, je mag iets niet doen, dan ben ik degene die altijd gaat kijken hoe ik dat wel kan doen. Dus dat zou ik ze zeker niet tegen ze willen zeggen. Maar je waarschuwt ze wel. Je gaat ze wel vertellen wat de gevolgen zijn van dit soort grappen en grollen. Kijk, en dan ga je natuurlijk altijd terug naar roken en drinken en dat soort zaken. Dat wel mag, maar dat je daarmee op moet letten en dat het niet gezond voor je is. Nou ja, daar voed je ze mee op. En dan hoop je maar dat ze de les op de juiste manier leren. Ja, maar daarbij zeg je wel, drinken, daar zou ik niet zoveel problemen mee hebben. Maar dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ik daar geen problemen mee heb. Ik zeg dat je in ieder geval ervoor moet zorgen dat je daar geen problemen mee veroorzaakt. Je moet in ieder geval niet een ander tot last zijn. Kijk, dat iemand zichzelf helemaal laveloos drinkt en dat hij dat thuis op zijn bank doet, nou ja, prima, moet hij zelf weten. Maar als hij vervolgens daarna in de auto stapt, daar heb ik een probleem mee. Mm-hmm. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, iemand die heroïne gebruikt of iemand die cocaïne gebruikt, zolang hij maar niemand tot last is. Zolang je de maatschappij daar geen overlast mee bezorgt. Dus dat ik niet moet gaan zorgen dat meneer of mevrouw een uitkering krijgt omdat ze niet in staat zijn om te gaan werken. Of zorgkosten die omhoog gaan. Of zorgkosten die sky high. Dan heb ik daar allemaal geen problemen mee. Maar je moet gewoon. Je moet andere mensen niet tot last zijn met jouw hobby's. Mm-hmm. Goed.
We moeten afronden. We gaan zo naar het regionieuws namelijk. Moet de automobilist straks stapvoets rijden? Of misschien de auto? Moeten we die helemaal laten staan? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Zo meer. Autoloze zondag. Niet harder dan 100 op de snelweg. De automobilist moet eraan geloven. Om de stikstofcrisis te lijf te gaan, zouden we allemaal minder in de auto moeten stappen en minder hard moeten rijden. Hoe kijkt ons panel hier tegenaan? Deze week met Michel Hooghaars, werkzaam in het bankwezen en woont in Dronten. Meta Jacobs uit Lelystad, raadslid voor de VVD. En Jeroen Groot uit Almere, levensgenieter en kritische inwoner van de stad. Ja, nou, hoe kijk je daar tegenaan, Jeroen? Ja, ik blijf me verbazen en ik blijf steeds harder lachen om dit soort wanstaltige flauwekul. Het hele stikstofbeleid, het is gewoon een cijfertje. En niemand is er over eens wat precies dat cijfertje moet zijn. In Duitsland hebben ze een ander cijfertje. In Frankrijk hebben ze weer een ander cijfertje. En in Nederland hebben we weer een cijfer. Je zou kunnen denken, maakt eigenlijk niet uit wat dat cijfertje is. Er moet sowieso iets veranderen. Dan pakken we het maar zo aan. Hoe kom je daarbij? Want als ik de statistieken en de metingen lees, dan zijn we de afgelopen jaren alleen maar naar beneden gegaan met stikstofuitstoot. Dus waar hebben we het over? Je kunt ook zeggen, naar nul is ook goed. Nee, stikstof is heel erg belangrijk voor het milieu. Michel, die wil wat ademen. Ja, 80% van de lucht bestaat uit stikstof. En ik ben het eens met Jeroen. Stikstof in de lucht is gehalveerd de afgelopen 20 jaar. Maar jij zegt dus eigenlijk, we zijn levens aan het redden door in onze auto te rijden. Bijna wel. Ik heb inmiddels begrepen dat mijn dieselauto de lucht zuivert als ik in Rotterdam rijd. Dus ik snap niet zo heel erg goed waar ze mijn Rotterdam... Leg dat eens uit. De lucht die in de dieselmotor komt, die is vuiler dan de lucht die eruit komt. Ja. Zover zijn we inmiddels met de techniek. Nou, dat stikstof verhaal precies hetzelfde. Ik geloof 40% komt bij de landbouw vandaan. 40% komt uit het buitenland. 5% bij huishoudens. 35% uit het buitenland. 5% bij auto's. En 10% uit de vaartuigen die wij gebruiken op onze grote rivieren. En het mooie is dat cijfertje wat Jeroen noemt, dat heeft te maken met jouw oppervlakte. Wij zijn als land te klein voor ons stikstofgehalte. Dat komt omdat wij een productieland zijn. Wij produceren te veel. Wij produceren voor het buitenland. Nou kunnen we volgens mij drie dingen doen. We kunnen de Duitse methode aanhouden, die dat 80 jaar geleden al riepen, wij hebben levensruim nodig. Nou, dat hebben wij ook om aan onze stikstofquota te kunnen voldoen. Maar gaan we België veroveren? Ja, ik denk niet dat dat een goed idee is. We kunnen stoppen met produceren. Maar dan is 80% van het land is werkloos. Dus dat lijkt me ook geen goed idee. Dus we moeten ergens de gulden middenweg gevonden. Je auto laten staan op een zondag bijvoorbeeld. Als 5% van de stikstof uit auto's komt, denk ik niet dat het heel veel zin heeft dat wij op zondag niet met het ding rond gaan rijden. Maar is het niet zo dat alle beetjes helpen dan? Ja, ik denk dat ben ik wel met je eens, dat alle beetjes helpen. Maar ik ben soms ook wel van grote stappen snel thuis. En dan zullen we eens moeten gaan kijken hoe we dan die grotere problematiek, hoe we die kunnen gaan aanpakken. En dat doen wij natuurlijk niet. Ik was toevallig op weg hier naartoe in de auto, ging het over het Canada-verdrag. Waar wij als Nederland wel problemen mee hebben. Wie is daar nou een heel groot voorstander van? Je moet even uitleggen wat dat is. Want niet het Canada-verdrag, dat is een handelsverdrag. En een groot voorstander van het handelsverdrag is de LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie in Nederland. Want dan gaan wij produceren voor Canada. Nou, ik weet niet of jullie wel eens in Canada zijn geweest. Ja. Daar heb je zo onvoorstelbaar veel ruimte om te produceren. Nee, dat gaan wij, dat speldenknopje wat wij zijn in Nederland, wij gaan dat doen. Daarmee produceren we belachelijk veel CO2, belachelijk veel stikstof. En dat moeten we straks gaan verhelpen. Ja. Ik heb Meta nog niet gehoord. Meta? Ja, ik luister met grote aandacht dat er zoveel kennis is hier aan tafel. En ik geef gewoon heel eerlijk aan dat ik die kennis niet heb. Ik lees natuurlijk alle kranten. Ik lees het NRC, ik lees een Telegraaf, ik lees het Algemeen Dagblad. Ik hoor de televisie, ik luister naar de radio. En ik kan daar geen zinnig woord over zeggen, omdat het zo verschillend is, wat ik net al aangaf. Er is wel een uitspraak van de Hoge Raad over stikstof en dergelijke. En we hebben nou eenmaal een democratisch ingesteld rechtssysteem in Nederland, waar ik heel erg gelukkig mee ben. Daar zul je toch naar moeten kijken. Zelf heb ik er absoluut geen problemen mee om 100 kilometer te gaan rijden. Op heel veel wegen kun je niet eens sneller. En als je dat gaat invoeren en dat levert volgens de statistieken 75.000 woningen op, volgens het RTO 4. Ik
refereer even aan wat ik gelezen heb. Dan denk ik, jongens, bouwen. Want ik zou heel erg graag die huizen voor die mensen willen hebben. Maar nogmaals, als dat de waarheid is, ga ik morgen 100 kilometer rijden. En als dat niet de waarheid is, hebben we weer een nieuwe discussie. Ja. Maar ik wil best wel bouwen. Nou, en ik gun de boeren ook hun... hebben zoveel geïnvesteerd in hun bedrijven. En wat ik dus niet begrijp, eerst moesten er meer koeien komen. Want het was beter voor die bedrijven. De landbouw heeft heel veel geïnvesteerd in nieuwe technieken. En nu zijn opeens 5 jaar daarna, door een uitspraak van de rechter, al die technieken niet meer juist. En daar zit bij mij de crux. Nee, wie heeft waar verstand van? De grap is, dit hebben we onszelf aangedaan. We hebben toen het project Natura 2000 gehad. Klopt. Waarin we die natuurgebieden hebben aangewezen. En we hebben heel veel natuurgebieden. En we hebben heel veel natuurgebieden veel aangewezen. Veel meer dan waar dan en ook. En veel meer dan waar dan ook. Ja, maar klopt. Door al die natuurgebieden mag je het stikstofgehalte wat je mag uitstoten, gaat naar beneden. Ja. Ik heb gehoord, er zijn in Nederland natuurgebieden van 10 bij 20 meter. Ja, een grasveld. En, nee, juist geen grasveld. Nee, ja. Daar staat dan een zeldzaam heideplantje op. En omdat dat zeldzame heideplantje daar staat, of het boomschorskevertje daar rondloopt, de geelgeranden heb ik begrepen. Maar moet alles nou wijken voor onze welvaart? Ik denk ook wie hier is de dominante soort? Als je het biologisch gaat bekijken. En we moeten wel in staat blijven te blijven ademen en te leven. Ja. Dus ik vind gewoon dat je veel meer moet weten waar nu de crux zit. En daar zit mijn probleem gewoon. Er is niet genoeg onderzoek. Er is gewoon geen duidelijkheid in waar we het over hebben. En dan zie ik in het landen om ons heen, wat jullie ook heel terecht zeggen. Gewoon, onze zoon werkt in Duitsland, juist bij de elektriciteitscentrales. Nou, als we dan zien hoe het daar gaat. En dat is gewoon net over de grenzen bij Enschede en bij Nijmegen. En dan denk ik, ja jongens, zijn wij nu het beste jongetje van de klas? Wat is daar eigenlijk verkeerd aan om het beste jongetje van de klas te zijn? Nou, ik vind wel dat ik wil best het beste jongetje. Ik had nooit hoger dan een 8 op school. Dus ik hoef echt geen 9. En een 7 ben ik ook tevreden mee. Maar dan wil ik wel weten waar ik het over heb. En ik kan het de mensen niet uitleggen. Maar ik ben wel bereid. Ik scheid mijn afval. Ik doe binnen mijn privé situatie van alles. En ik ben best wel bereid meer te doen. Ik wil wel naar 100 kilometer. Als dat de revenue heeft die we graag willen. Overigens, jouw gescheiden de afval wordt gezamenlijk verbrand, hè? Dus dat je het even weet. Jij zit in Almere. Wij zitten bij een ander. Krijgen we genoeg informatie vanuit Den Haag? Ik bedoel, die weten het nog niet eens. Die spreken elkaar tegen. Nou, is het niet vervelend dat wetenschappelijke onderzoeken dat politiek wordt gemaakt? Want als je voor de ene partij stemt en dat je daar je gedachtegoed ligt, dan hoor je een ander verhaal dan bij een ander. Dus hoe kom je er dan? Moet het neutraal. Ja. En dat is mijn punt nou juist. Maar dat is het niet meer, want het RIVM past een onderzoeken aan. De beeld past de statistieken of de opgenomen temperaturen van jaren geleden. Toen ze daarmee begonnen, dat je hebt wordt de reactie aangepast. Van het RIVM gelezen over wat wethouder in Zeewolde had gezegd. Hè? Winnie Prins had daar een hele uitspraak over gedaan, dat RIVM leugenachtige informatie had gegeven. Ze zei het iets netter, maar daar kwam het wel op neer. En het RIVM is toen weer met allerlei voorbeelden gekomen. En ik kan ook niet inschatten of het RIVM de juiste dingen had. Maar het zou mooi zijn als we goed nadachten over dit soort zaken. Precies. Net als over die natuurgebieden. Absoluut. Wij hebben ons meteen willen profileren met, moet eens kijken hoeveel natuurgebieden wij hebben. En in Duitsland en in Frankrijk hebben ze daar gewoon veel slimmer over nagedacht door die natuurgebieden niet in de buurt van steden te kiezen. Want op het moment dat je dat doet, kom je dus in de problemen. Maar dat is Nederland ook weer heel klein, hè? Maar jij moet daar wat meer over nadenken. Je moet daar wat meer over nadenken. Maar Nijmegen ligt dicht bij Almere. Jullie zijn het in ieder geval over eens. Oosterdamsplas is geen Natura 2000 gebied. Vergis je niet. Maar wel Nijmegen. Goed, jullie zijn er eigenlijk over eens dat er meer onderzoek nodig is die objectief neutraal is. Dat zouden jullie willen. En ik wil er nog wel even aan toevoegen, op het moment dat jij gaat roepen in Nederland allemaal 100 kilometer per uur gaat rijden, dan wordt dat toch een geweldige aanvulling voor de schatkist. Want dat ga je er niet meer door krijgen bij de Nederlanders. Ook volgens onderzoek. We houden het in de gaten.